staan, blijf staan. Toen ik dus de eerste keer mijn stem heb uitgebracht, dan moest ik ongeveer zo'n 27 jaar oud zijn. Het was een hele spannende verkiezing. De partijen qua sterkte waren ze eigenlijk verschilden ze heel weinig, waardoor dat spanningsveld enorm groot was. En vanaf het moment dat ik mijn stem had uitgebracht, zat ik echt voor de televisie echt af te wachten wanneer de uitslagen bekend zouden worden. En de sfeer in het land, het was echt, laat me zo zeggen, heel spannend. Wat ik de jongeren en ook iedereen van deze samenleving, alle burgers van Suriname, duidelijk willen maken dat je wel je stem moet uitbrengen, omdat het van eminent belang is welke richting we zullen opgaan in de ontwikkeling van onze samenleving. En het is goed dat de jongeren niet zeggen, we bemoeien ons niet met de politiek, want de politiek bepaalt alles voor ons. Houston, we